Goedemorgen, beste kunstliefhebbers, beste vrienden van Musea Brugge, beste vrienden van De Vriend. Hartelijk welkom namens het stadsbestuur, Musea Brugge, het Groeningen Museum, de vrienden van Musea Brugge en de kunstenaar voor de finissage van de tentoonstelling Making Connections van Robert De Vriend. Ik zal mijn inleiding kort houden, maar we zouden geen kunsthistorici zijn als we niet even zouden terugblikken op het verleden. Laat ik jullie eerst even meenemen naar de opbouw van de tentoonstelling in oktober 2015. En misschien nog iets verder in de tijd terug naar 2010, toen ik in IM, Museum Leuven, de finissage van de tentoonstelling van Robert De Vriend bezocht en met hem een eerste gesprek had over een mogelijke tentoonstelling in Brugge. Nadien ben ik hem gaan opzoeken in zijn rustig gelegen atelier in Brugge. Daarna waren er nog een paar vergaderingen met onze conservator en huidig directeur Til Holger-Borgert. En vervolgens werd het najaar van 2015 geprikt voor een tentoonstelling in het Groeningen Museum. Met het uitnodigen van hedendaagse kunstenaars hebben we de bedoeling om onze buitenlandse bezoekers een prikkel toe te dienen. Zij komen meestal af op de Vlaamse primitieven, maar we willen tonen dat het Groeningen Museum meer is dan 15e en 16e eeuw. En door hen te confronteren met hedendaagse kunst, willen we bereiken dat ze met andere ogen naar de oude kunst kijken. Uiteraard hopen we ook dat het bezoek van hedendaagse kunstliefhebbers, en hoewel ik de mening ben toegedaan dat hedendaagse kunst op zich kan staan, ben ik er toch, net als onze conservator en onze collega's, van overtuigd dat het presenteren van hedendaagse kunst in een referentiekader, zoals ons museum erin is, dat zeer boeiend is. Er werd gekozen voor twee witte ruimtes in het midden van het museum. Geen tentoonstelling in de zalen van en tussen de historische werken, maar op een plek midden in de historische collectie. Robert vergelijkt het in een interview met een open plek in het bos. Met veel ruimte tussen de schilderijen en op die manier dus een redelijk groot contrast met de rest van het museum. De overgang van het werk van Robert naar het Vlaams expressionisme in de zaal daarop is dan op zich wel een clash. Van superklein naar supergroot, zeker als we ons aan ons fantastisch werk van Gustave van de Woestijnen denken. Tijdens de tentoonstelling werden een tweetal ontmoetingen met de kunstenaar georganiseerd. Eenmaal voor Amarant en eenmaal voor de Verenigde Brugse Gidsenverenigingen. Uit die gesprekken kwamen heel wat interessante zaken naar voren die een leuke inkijk gaven in de manier van werken van de kunstenaar. Een van de dingen die ik leerde was dat de lievelingskleur van Robert roze is. Maar was dat verwonderlijk? De catalogus is immers ook roze. Er werden er 500 van gedrukt en ze zijn omzeggens allemaal uitverkocht. Wie er nog één wil kopen, kan dat straks. Het wordt zeker alvast al een collectors item, die catalogus. Ik wil jullie nu graag ook nog eens meenemen langs een aantal werken in de tentoonstelling die mij bijzonder opvielen. Ik weet dat de reeksen niet uit elkaar te halen zijn, maar persoonlijk werd ik toch precies iets meer in het bijzonder aangesproken door een aantal kleine schilderijtjes op zich. In het geheel, iedereen wordt door Robert uitgenodigd om zijn eigen individueel verhaal bij het werk te vormen. En ik moet zeggen, wat het aantal bezoekers betreft, we zullen vandaag gemakkelijk voorbij de kaap van de 35.000 gaan. Dat is misschien minder dan we gewoon zijn voor de grote tentoonstellingen van de Vlaamse primitieven. Maar rekening houdend met de wintermaanden en verhoudingsgewijs de zeer rustige novembermaand, als gevolg van de terreurdreiging, is dit toch een bijzonder behoorlijk aantal. Een schilderij uit onze collectie. Ik was heel blij. Het is een werk van de neoclassicist François-Joseph Kintsoen, De dood van de vrouw van Belisarius. En dat is naast de Vlaamse primitieven een van onze topcollecties, met onder andere Suvet en Odevaren. Ik was heel blij, verrast, toen dit ook een van de lievelingsschilderijen van Robert blijkt te zijn. Hij komt geregeld naar het Groeningen Museum en als hij hier dan rondloopt, dan heeft hij aandacht voor één of twee werken, soms maar een detail uit één van de werken. En zijn reactie en ook tijdens het gesprek was zijn commentaar op dit werk dat Kintsoen, die niet de eerste de beste is uiteraard, dat hij het hele schilderij zeer goed geschilderd heeft, zeer goed, maar dan ook zeer goed, maar dat de liggende figuur
eigenlijk nog geschilderd is met een extra betrokkenheid. En Robert zegt, als kunstenaar voel je dat. En die figuur grijpt mij heel bijzonder aan. En ik vond het dan ook leuk, de houding in het werk van Robert. We liepen dan door de zalen en zegt Robert, ah ja, het is een van mijn favoriete schilderijtjes uit een reeks. En zegt hij, ja, het is een beetje klassiek, hè. En hij nam mij mee naar die zaal van de neoclassicisten in Kinsoen. En die houding komt prachtig overeen. Maar ook het gelijk van de huid, het verschil tussen de mannenhuid en de vrouwenhuid, is iets waar Robert de vriend toch in uitblinkt. Een schilderij dat bij alle bezoekers in het oog sprong, was niet in het minst, misschien omdat we altijd aan Hitchcock denken als we een douchescène zien. Van Robert is geweten dat hij zich laat inspireren door film, onder andere. Dus die Hitchcock is altijd aanwezig, maar hoe kan je dan toch nog een sterk beeld schilderen? En bovendien is het in dit werk, dat eigenlijk subliem geschilderd is, is het voor Robert de Vriend ook telkens een uitdaging om moeilijke dingen te schilderen. En zijn reactie was van, ja, stromend water, hoe schilder je dat eigenlijk? Je kan dat eigenlijk bijna niet schilderen. Dus er eentje in een reeks, en er staan meerdere douchescènes, voortreffelijk geschilderd wat mij betreft. De voorliefde voor schoenen kennen we allemaal, maar wat mij aan een werkje als dit bewondert, is de prachtige natuur. En misschien dat de natuur duikt nog altijd geregeld op in zijn nieuwe reeksen. En dat heeft misschien te maken met het vroegere werk dat hij in de natuur schilderde. Ik was ook zeer getroffen, en niet alleen ikzelf, maar ook de bezoekers en de mensen die aan de debatten, aan het gesprek met de kunstenaar deelnamen, hoe prachtig deze vrouw tegen de berg geschilderd is en hoe Robert de Vriend niet alleen figuren neerzet, maar ook prachtige details uit de natuur schildert. En een van de interviews was ik ook, hoe is hij daar voor een stuk toe gekomen? Hij schilderde gewoon in het bos bomen. En Robert zei, op een bepaald moment zag ik mensen bewegen tussen die bomen en vond ik dat eigenlijk toch wel boeiend. En zo ben ik mensen gaan integreren in mijn werk, ben ik tot verhalen gekomen. Ik weet dat Robert de Vriend niet graag terugblikt op het verleden, maar ik ga toch eens een foto tonen van vroeger, waar hij ook weer in de natuur aan het schilderen is met een enorm groot doek. Hij is daarvan afgestapt, onder andere, en dat is een praktische reden, omdat hij 8 keer van atelier verhuisd is en grote doeken verhuizen, dat is niet handig. Maar ik denk ook omdat hij een andere visie op zijn kunst kreeg. Nu, anderzijds vind ik een werk als dit zonder titel uit 1986 persoonlijk nog altijd prachtig. En dat zou niet meer staan in een retrospectieve Robert de Vriend, die mogelijk ooit eens binnen 20 jaar of zo georganiseerd wordt. Wij hebben in het Groningen Museum ook een aantal reeksen. Aangekocht in 2000. Dit is een eerste beeld uit een reeks Branta Canadensis met Canadese winterganzen uit 1999. En hier blijkt al, als ik de volgende kleine schilderijtjes toon in de reeks, het gaat om dezelfde wintergans of dezelfde Canadese gans, tenminste een dode gans die op tafel ligt, maar die vanuit 3 verschillende hoeken geschilderd is, eigenlijk zoals een cameraman rond zijn onderwerp beweegt. En daar zit die beweging eigenlijk ook al in, die later alleen nog verder is uitgewerkt. Ik toon u gewoon nog lukraak een paar, niet lukraak, maar bewust gekozen. Een schilderij dat mij altijd aansprak als ik door de zalen liep. La Nuit Gothique 1. We weten dat Robert een voorliefde voor wagens heeft. Er komen heel veel wagens in schilderijen. Als ik dit schilderij zie, denk ik aan Strawberry Fields. Ik vraag me dan af waarom. Ja, dat hek onder andere, maar ik denk ook, ik ben nogal een fan van de neogotiek. En als we aan Nuit Gothique denken, denk ik aan Nuit Neogothiek. En dan denk ik aan Horace Walpole in Londen, die in het midden van de 18e eeuw zijn huis Strawberry Hill in neogotiek liet inrichten. En via Strawberry Hill zitten we rap bij Strawberry Fields. Moet anderzijds een detail. Een grappige anekdote, het doorgronden op een psychologische manier. Er was een dame in een van de gesprekken die zo vragen begon te stellen, en waarom dan dat? En die was aan het zoeken naar de diepere zielroerseren bij Robert. En achteraf, na het gesprek, zegt Robert, oei, ja, dat was misschien een psycholoog, maar zegt hij, als ze zo beginnen, dan komen ze op gevaarlijk terrein.
De voorliefde bij Robert is er ook voor parkeergarages. En ik zal niet zeggen dat ik zelf een voorliefde voor parkeergarages heb, maar ik vind dat inderdaad heel bijzondere plekken. Er hangt zo'n sfeer tussen aangenaam en onaangenaam. En Robert zegt, ja, dat is toch een boeiende plek, hè? Daar kan van alles gebeuren. En als er ergens een moord gebeurt, ja, in een parkeergarage, dat is de sublieme perfecte plek voor. Een werkje dat u straks nog eens kan gaan bewonderen, de vrouw op de rugzijde gezien van het Unsolved Case nummer 6, waarbij opgemerkt werd dat het zo boeiend is dat je eigenlijk die vrouw vooral ziet en dat je eigenlijk niet ziet in eerste instantie dat er ook een man aanwezig is. Maar als je goed kijkt, zie je rechts van de vrouw een hand. En wat ook heel boeiend is, dat Robert ook met ander licht schildert. En dat is, daarop zei de kunstenaar van, ah ja, maar dat is een van de leukste dingen om te doen. Als je het licht verandert in een ruimte, ook al blijft de scène dezelfde, dan gaat de sfeer compleet anders zijn. En, ik heb er nog twee. Een werkje dat mij vooral ergens in het oog springt, omwille van de vorm en de kleur, denk ik. Het is ook leuk dat je die jerrycan in eerste instantie ziet. In tweede instantie zie je dat er nog dingen op de grond liggen. En ik weet, Robert houdt niet van het onderscheid tussen figuratieve en abstracte kunst. Omdat in de meeste abstracte werken wel iets figuratief ligt aan de basis. En in figuratieve werken kan ook een abstractie zitten. Ik denk dat die jerrycan een heel mooi beeld, als je het abstraheert, een heel mooi abstract beeld is in een schilderijtje. Ik heb die reeks bij de eigenaars thuis, ben die gaan afhalen. Die ging op een groene muur, niet op een witte muur. Dat kwam er eigenlijk prachtig uit. Dus je kan de werken van Robert ook integreren, maar liefst in het gepaste interieur, zei hij. En dan om af te sluiten, heeft Robert tijdens de gesprekken ook gezegd zo naar de vraag waarom schilder je moorden of dingen die op moorden gelijken en waarom schilder je precies wat je schildert? En het antwoord van Robert de Vriend daarop was, ja, ik vraag het mijzelf ook soms af waarom ik gewoon niet gewoon bloemetjes schilder. Leuke dingen, bloemen die bloeien. In zijn oeuvre zitten wel degelijk bloemen en hij zegt, misschien heb ik daarom dan dit werkje gemaakt, een vrouw waar veel mysterie in zit, maar wel met een bloemetjesrok. Ik nodig jullie straks uit om al deze werken en de andere werken in de tentoonstelling voor het laatst nog eens grondig te gaan herontdekken. Het kan nog tot 17 uur met jullie ticket dat jullie gekregen hebben. Ik geef graag het woord aan Chantal Patin voor de introductie van de panelleden. Maar eerst gaan we nog naar een filmpje kijken, dat een artclip die Robert gemaakt heeft in de aanloop naar de tentoonstelling. Toch wel een applausje waard, dacht ik. Een hele goede morgen en welkom op deze finissage van de tentoonstelling van Robert de Vriend.
als dat zo is in Brugge, dat mensen even talrijk naar finissages gaan als naar vernissages, dan zit het hier denk ik met het culturele pijl bijzonder goed, want dit is zelden gezien. Ik ga een aantal mensen aan de tafel voorstellen vandaag, waarmee wij zullen praten in het kader van Making Connections, dus het maken van connecties. Hans van Uffel is een regisseur. We zullen straks een heel korte clip ook bekijken uit een kort film die hij heeft gemaakt. Dag Hans. Alexandra Oppo, we hebben zo net jouw stem gehoord. Heel kort in de artclip. Alexandra is actrice van onder meer die heel prestigieuze reeks Borgia hebben jou gezien. En wat andere films. We zullen jou zo meteen ook bewonderen. Annelies Verbeke is erbij komen zitten. Annelies is schrijfster en jij zal zo meteen ook wat voorlezen. Maar ik moet een eerste vraag stellen aan Hans van Nuffel. Robert schildert, maar hij maakte nu ook net een artclip. Hij zegt artclip, misschien om die te zeggen, ik heb een filmpje gemaakt. Misschien valse bescheidenheid. Wat zegt de regisseur? Is het goed? Het is boeiend, omdat Robert zich eigenlijk in B-filmcircuit begeeft. En eigenlijk een beeldtaal hanteert die... op zich vrij trashy zou ogen, maar door de context net een heel andere lading krijgt. En dat vind ik heel boeiend. En dat, dat vind ik ook terug in zijn schilderwerk. Ik bedoel, dit is echt een verlengde van die kleine portretjes, die kleine schilderijtjes, waarvan je ook denkt, waarvan je ook een polaroid feel krijgt, een soort van instant gevoel krijgt van... dit is een reeks die suggestief iets probeert te vertellen en die... meer is dan wat het op het eerste zicht lijkt. Ja, ik heb altijd de idee, Robert, als ik naar jouw werken kijk en je krijgt van die kleine reeksjes te zien, dat je eigenlijk in je hoofd een soort grote storyboard hebt van een film, maar dat je aan de toeschouwer maar een aantal beelden laat zien, waardoor het eigenlijk, zoals Hans ook zegt, evident is dat je gaat filmen. Ja, inderdaad. Ik zie mijn film, uw artclip. Mijn werk. Ah, sorry. Mijn werk, mijn oeuvre, zo gezegd, als één grote film. En dus, ik schilder reeksen, maar die reeksen worden niet in de juiste volgorde geschilderd, maar af en toe voeg ik daar dingen bij, totdat, die film wordt altijd maar duidelijker op die manier. Maar het wordt wel een film die eigenlijk nooit helemaal af zal zijn. En ik vond het wel tof om een artclip te maken, zelfs dat woord hebben we uitgevonden, dat bestond nog niet. Dus een artclip als een teaser voor de tentoonstelling. Ja, maar voor de rest heb je daar geen ambities in om meer film te gaan maken, want ik vond het best wel heel knap gedaan. Maar je kon het niet in Brugge filmen, hè? Nee, je moest er duidelijk voor naar Brussel. Dat is toch een beetje meer de trashy stad precies. Ja, maar ik wil dat zeer graag doen, een film maken, maar op één voorwaarde dat ik over alles de baas ben. Dus ik, ja, dat spreekt ik ben voor zich. Team, ja. Ik ben voor teamwerk, maar dan moet ik wel de baas zijn. Ja. Zoals de meeste mensen trouwens. De meeste kunstenaars bedoel je? Ja, en veel mensen. Ja. Hans van Nuffel, zo werkt het wellicht. Hè? Als je niet de baas bent op je set, dan kan je beter niet aan beginnen. Absoluut. Als je een dictator wilt zijn, moet je iets anders gaan doen. Ik ga maar schilderen. Ja. Ik ga even naar Annelies Verbeke. Annelies, jij bent in Vlaanderen de grote verdedigster van de kortfilm. Als we even die connectie zouden maken tussen wat we zo net hebben gezien, die artclip. Kan je die connectie ook vinden? Ja, van korte verhalen dan, in de literatuur. Okay, wat zei ik nu? Ja. Kort verhalen, kort sorry. Dat vind ik ook leuk, maar daar heb ik minder over te zeggen. Maar ik hou van korte verhalen als genre. Het is een genre dat hier vaak onderbelicht wordt in ons taalgebied. Robert, zijn clip nu, maar ook zijn schilderijtjes vooral, doen daar ook wel aan denken op een manier. Omdat bij korte verhalen... is het ook vaak zo dat biografische gegevens over de personages of een aanloop naar wat je te zien gaat krijgen, ontbreekt. En je krijgt een soort uitsnede van mm-hmm. de werkelijkheid van dat personage. En je moet als kijker in het geval van Robert en lezer in het geval van literatuur, moet je... bereid zijn om onmiddellijk mee te stappen in iets waar je niet fijne van weet. Vraag je dan, als je zoiets schrijft, want jij recenseert ook heel veel van die kortverhalenbundels, mensen die zoiets schrijven, vragen die meer van een toeschouwer dan dat je gewoon een roman heeft, waar je dan van A tot Z alles kan uitleggen? Ik denk het wel, maar meer vragen, dat hangt natuurlijk ook van de lezer af.
sommige lezers houden daar ook heel veel van om, ja, om zo weinig mogelijk uitgelegd te krijgen en eerder dat er een appel op hun gebeurt waar ze zelf dingen moeten bijdragen. Dat hangt van lezer tot lezer af, denk ik. Ja. Ik ga nog even naar Alexandra. Wat vond jij nu van die artclip waar we even jouw stem in konden horen? Is het helemaal jouw ding? Want je stem past er wonder wel bij ook. Ja, daar hadden we het raden naar, want dat wist ik natuurlijk niet op voorhand. Ja. Je probeert het zo goed mogelijk in te spreken op die manier zoals ik dacht dat de esthetiek van de clip zou zijn. En het was ook ongeveer wat ik had gedacht. En net als Hans zegt, ja, ik vind het heel representatief voor Robert zijn werk, die clip. Het is snel, het is, ja, Hans zei trashy. Ik weet niet of trashy het juiste woord is, maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is, er hangt iets een beetje duister, zoals in Robert zijn werk ook altijd is. Iets nogal intens, organisch, dat ritme, het is ook geritmeerd, die clip. En dus ja, ik vond het zeker een mooie. Ja, want dat is inderdaad wat Alexandra zegt, denk ik een heel mooi adjectief dat we nu moeten gebruiken in verband ook met jouw reeksen. De clip is geritmeerd, maar dat zit ook helemaal in jouw werk, hè? Dat ritme. Jij maakt niet alleen individuele schilderijtjes, Robert. Het ritme ook van die tentoonstelling is ontzettend belangrijk. Ja, maar in feite is het zo dat ik niet zozeer schilder vanuit mezelf, maar dat ik heb de indruk dat ik een personage volg. En dat personage staat een beetje los van mij, een soort alter ego of een protagonist, zoals je het wilt noemen. En ik heb gewoon eigenlijk de voorkeuren te volgen van dat personage. Ik heb de indruk dat ik dus een film maak of een roman. En ik ben even verwonderd soms als de toeschouwer hoe de dingen bij elkaar passen, hoe de dingen bij elkaar horen of juist niet bij elkaar horen. In feite heb ik gewoon te antwoorden aan die innerlijke stem. Dus het ritme van die tentoonstelling, ja, dat komt denk ik allemaal tamelijk als vanzelf. Want de meeste mensen, zoals Philippe zei het zo net, een vrouw die jou aanspreekt over jouw diepe zielenroeselen op een of andere lezing of zo, daar kan je dus niet op antwoorden. Die zegt gewoon, ik was het niet, het was mijn alter ego. Ja. Je lult je er gewoon uit, Robert de Vriend. Inderdaad. Ja. Nee, maar dat is... Waarom doe je dat? Wat heb jij dan te verbergen? Nee, maar dat is ook zo. Als kunstenaar, mensen denken altijd dat de kunstenaar alles uitvindt, dat de kunstenaar verantwoordelijk is voor haar beeld. Maar in feite, eerst en vooral word je geboren in een beeldcultuur. En jouw werk past op een of andere manier in die beeldcultuur. En dat heeft te maken met, inderdaad, met films, met verhalen. Je kunt niet doen als kunstenaar dat je je onschuld niet verloren hebt. Dus je hebt wel Picasso gezien of je hebt wel romans gelezen. Dus en al die dingen zitten in mijn, mijn schilderijen. Mm-hmm. En in het brein van je alter ego. Ja. Heeft dat alter ego ook een naam? Nee, maar dat alter ego volgt mij al heel lang, vind ik. Heb je last van soms? Is het een vervelend iemand? Doordat ik het kan overschilderen, heb ik er geen last van. Maar laat ons zeggen, om iets te geven, laat ons zeggen dat het een alter ego is met een postromantisch trauma. Ik vind dat zeer goed klinkt. En, en in feite is het wel. Is het wel erg zo. Okay. Ik ben nu ook bezig met een verhaal te schrijven. Een kort verhaal of een roman. Ik ben aan bladzijde 24. En dat gaat over inderdaad een man die... maar ik ga daar niet veel over zeggen. We mogen dat nooit doen als je aan iets bezig bent. Maar dat gaat dus over een man die ergens alleen woont. En die alleen nog mensen uitnodigt om naar te kijken. Dus die mensen... beelden enkele scènes uit, hij betaalt die mensen en dan gaan ze weer naar huis. Dus het is dat figuur past in zekere zin ook bij mijn schilderijen. En misschien zal dat verhaal of die roman dan ook heel, heel goed aansluiten en toch wat meer uitleg geven misschien. Oké, wij zijn heel benieuwd en ik denk Annelies Verbeke ook. Annelies, ken jij dat gevoel dat je... Wat Robert net vertelt, hè, van dat alter ego, dat is iemand die het van jou overneemt terwijl je eigenlijk aan een boek bezig bent. Ja. Moet ik mij dat inderdaad zo voorstellen? Ja, ik denk dat ik echt ontzettend veel alter ego's heb. Dat moet helemaal problematisch zijn. Ja, zeker als ze allemaal lijden aan een postromantisch trauma. Ja, van alle mogelijke zaken. Maar ik zie mezelf eigenlijk altijd...
als een parade en, van mensen, een mensenmenigte. En het is fijn om te kunnen schrijven, dan kun je daar iets mee doen. En schrijven is ook goed om zo te bestaan. Dus ik heb daar weinig problemen mee. Maar er is wel in mijn laatste werk hier, maar ook in de korte verhalen die ik ervoor al aan het schrijven was en die volgend jaar in een bundel terechtkomen, is er ook een personage van de auteur die begon op te duiken. En dat is een soort van ik, maar ik laat mezelf daar dan altijd dingen doen die absoluut niet mogelijk zijn, dat ik die heb meegemaakt. Ja, dingen ook die je per se hebt willen doen? Nee, niet noodzakelijk. Het is gewoon leuk om schrijvend die figuur die dan dichter bij mij ligt, of ook voor de lezer dichter bij mij ligt, lijkt te liggen, dingen te laten doen. Okay. Ja. We praten zo meteen verder. We gaan nog even kijken naar een heel kort filmpje dat is gemaakt in het kader van de vernissage van Making Connections. Dat is een filmpje dat Jeroen de Wilde heeft gemaakt en die man mag ook eens een applausje krijgen. Robert de Vriend, die tentoonstelling heet Making Connections omdat je natuurlijk ook met je werk in een museum zit voor oude kunst. En die oude kunst is voor jou altijd ontzettend belangrijk geweest. Maar wat is nu precies de connectie? Want je hangt niet tussen de Vlaamse primitieven, je hebt je aparte plek ingenomen. Wat was het, een open plek in een bos? Ja, en inderdaad. In een dergelijk museum zie je heel veel bruine kleuren, donkere kleuren. En het was heel belangrijk voor mij dat er daar een opening in kwam en dat daar dingen in gebeurden. Maar Making Connections is in feite de titel van een essay dat Michael Ami schreef. Dat is een auteur die in Noord... in de staat New York woont, in het noorden. En die heeft dus een essay geschreven. En ik had eigenlijk op dat moment niet zo veel inspiratie om een titel te vinden voor deze tentoonstelling. En ik dacht, ja, waarom niet Making Connections? Making Connections, vooral over die connectie gaat vooral over de connectie tussen de schilderijen in. Tussen de schilderijen in en tussen de kijker. Want ik vind, er wordt heel veel gepraat over musea, over galeries, over politiek correct, incorrect, al die dingen. Maar zelden wordt er gepraat over de toeschouwer. De individuele toeschouwer die op een bepaald moment naar een bepaald werk kijkt. Wat gebeurt er daarmee? Dat vind ik dus het belangrijkste. Dat is de essentie van kunst. Maar niet die algemene grote theorieën. En daarom vond ik Making Connections wel heel gepast, ook in dit museum. Dus het is niet alleen Making Connections op een kunsthistorische manier, maar echt een connectie maken met die toeschouwer zelf. Ja, vooral. Ja. Ja, de toeschouwer
Dus daarom dat we hebben daar ook een interactief luik aan verbonden. Omdat, ja, dan zie je, dan wordt het zichtbaar wat de toeschouwer denkt. Ja, je hebt dan, ja, het was een Facebook-actie die vrij succesvol was. Mm-hmm. Je hebt dan een aantal mensen gevraagd om eigenlijk te reageren op een artistieke manier op jouw eigen werk. En wie dat het beste heeft gedaan, die krijgt hier zo meteen een tekening. Er worden ook wat multiples uitgedeeld, maar dat is voor zo meteen. Ik ga even naar Alexandra, want waar het daarnet over ging, Robert zijn alter ego en dan Annelies haar vele alter ego's. Enig idee of het gaat over tientallen of honderdtallen, Annelies? Ja, zolang dat ik schrijf, ik denk dat elk personage op een manier wel een deel van mijzelf is. Ja. Niet altijd de sympathiekste delen, maar literatuur is er ook voor alles te zeggen natuurlijk. Ja, ja, maar we hebben ook een actrice aan deze tafel en die moet dat personage vervolgens ook worden. Wat is dan, even verwijzend ook naar het werk van Robert, hoe verhoud jij je daartoe als actrice? Maar ik kan me wel herkennen in dat discours van die alter ego's en zo zeker ook van die trauma's. Ik ben ook een zeer getraumatiseerd persoon. Wat zit er hier aan mijn tafel vandaag allemaal vanochtend? Goedemorgen. Nee, voor mij is dat... Ja, goedemorgen. ik denk... mijn relatie tot het alter ego verhaal is wel dat ik als jong meisje, als kind, ik voelde dat ik niet echt een identiteit had. Of ik probeerde die te zoeken, die identiteit. En ik zag allemaal mensen rond mij die een heel duidelijk afgeleide, of zo leek mij dat toch over te komen, dat alle andere mensen, alles wat anders was, dat die een heel duidelijke identiteit hadden. En ik had dat niet. Dus ik dacht op maandag, oh, ik ga eens proberen een beetje een kille vrouw te zijn. En op dinsdag ga ik proberen wat warmer te zijn. Op woensdag heel verleidelijk. En op donderdag melancholisch. En ik denk dat dat wel de voorbode van mijn beroep wel was. Want nu kan ik dit allemaal zijn en ik word er ook nog voor betaald. Ongelooflijk, wat een trauma kan opleveren. Ja, het is zeer slecht. Ja, maar nog even peilen naar jouw persoonlijke affiniteit met het werk van Robert de Vriend. Want Robert heeft jullie hier aan onze tafel verzameld. En ik weet eigenlijk nog altijd niet goed waarom, want dat heb je mij niet meegedeeld. Maar jij mag het straks zeggen, maar ik ga het eerst aan Alexandra zelf vragen. Jouw connectie. Mijn connectie... Maar ik vind het op zich, er zijn verschillende dingen bijzonder aan voor mij, aan zijn werk. Ten eerste, je moet er heel dichtbij gaan komen, omdat het klein is. En pas als je heel dichtbij komt, nu zien wij het in het groot, hè, maar als je het in het echt ziet, is het heel klein. Dus je moet echt, dus er komt al een connectie, omdat je zo dicht tegen het tastbare, door de kunstenaar gemaakte tastbare werk staat. En dan pas zie je hoe realistisch het is, hoeveel detail erin zit. En dan begint die fantasie. Hè, want het is altijd, denk ik, in alle vormen van kunst. Dus sowieso de toeschouwer projecteert zijn fantasie, die deels, denk ik, voor ons allemaal gemeenschappelijk is, die deels archetypaal is, en deels heel persoonlijk. Dus ieder van ons heeft zijn eigen intimiteit en zijn eigen fantasie. En dan begint dat te projecteren. Je staat daar op die werken te turen. En dan begint die fantasie, die taboe eigenlijk. Dat vind ik heel interessant. Ja. En Robert speelt daar ook mee. Met intimiteit, met taboe, met hele sensuele en seksuele ook associaties. Of hoe zeg je dat? Tip of the iceberg, nuances. Dat ontvang je en dan begint dat... Ik weet niet hoe dat voor ieder van u gaat, maar bij mij begint dat dan... Je zou eigenlijk aan iedereen afzonderlijk eens moeten gaan vragen welke de connectie is die ze dan maken als ze voor jouw werk staan. Sta je daar zelf vaak van te kijken wat mensen jou komen vertellen over wat ze daar allemaal mee associëren? Zoals Alexandra ook zegt, uit hun eigen... intieme wereld en doe daar nog wat fantasie bij en je krijgt wel wat, denk ik. Ja, maar ik vind het natuurlijk heel interessant omdat dat dan inderdaad zichtbaar wordt. En onlangs schreef er iemand dat hij ondersteboven was van mijn werk en hij toonde meteen al mijn werken omgekeerd. Maar dat kan ook, vind ik. Iemand kan dat heel ernstig nemen, die zegt, maar al die moorden, als je dat, hoe kom je daarbij? Iemand anders zegt, maar dat zijn gewoon schilderijen, dat is gewoon verf op doek. En dan, maar dat vind ik juist zo goed, dat er zoveel mensen zijn die zoveel verschillende dingen denken. Maar heel veel mensen laten zich leiden, en zeker in het publiek, laten zich leiden door wat er over geschreven wordt. Maar dat is een leugen in feite.
In feite moet iedereen verantwoordelijk zijn voor zichzelf en zien wat hij ziet. Maar hoe bedoel je, door wat er over wordt geschreven in een krant of zo, of in een boek? Ja. Ja, maar volgens Jan de Kok staat er over kunst toch niks in de krant, dus het kan niet. Ja, dus, maar Jan de Kok. Ja. Kon het niet laten, het spijt me. Ja. Ja. Ik ga naar Hans. Jij als regisseur van een hele mooie film als Adem. Welke filmische connecties maak jij meteen als je het werk van Robert ziet? Ik denk... Je hebt al B-film vernoemd, hè? Ja, B-film. Het suggestieve karakter vind ik heel interessant, omdat je van alles projecteert, wat Robert ook zegt. Dat je als kijker je eigen verhaal moet maken. Je krijgt dingen aangeboden en daar moet je echt wel... Dat is echt een soort van collage bijna. Wat ik ook interessant vind, is het hanteren van een genre bijna. Het is heel vaak in de thrillersfeer. En thrillers zijn eigenlijk genres die inspelen op je angsten, op macht, onmacht, op verlies van controle, of net heel hard controle willen hebben. Er zit heel veel voyeurisme in het werk ook. Wat ik ook boeiend vind, iemand die van buitenaf toekijkt, maar op een of andere manier ook alseneert, want ik vind het heel grappig wat Robert zegt over dat verhaal over die man die mensen uitnodigt om een scène uit te beelden, maar ja, zo maak je je werk ook deels. Ja. Dus dat vind ik een heel boeiend idee, omdat je bent ergens al regisseur aan het spelen van je eigen werk nog voor het gemaakt wordt, of dat is eigenlijk de kiem bijna van het proces. Dus dat vind ik ook heel interessant, want dat is wat ik doe. Ik nodig mensen uit om mijn fantasie te komen uitbeelden. Ja. En in het beste geval levert dat iets boeiend op en slaag je erin om een soort van innerlijke dialoog te verspreiden over een aantal personages die daar dan een soort van machtsverhouding creëren. Mm-hmm. Zeg maar, jij als regisseur, kijk jij op een specifieke manier naar dat werk? Ga je meteen, zie je alles met zoveel beelden per seconde en zie je bij wijze van spreken meteen de film? Ik zie moodboards bijna ook soms en ik zie heel veel linken ook, referenties. Naar beeldcultuur, eigenlijk bijna zo bijvoorbeeld de straaljager vond ik heel grappig, omdat dat zo'n typisch ding is dat ophangt in een jongenskamer of zo. En dus je ziet wereldjes. Ik zie gewoon van waar is Robert geweest, wat heeft hij gezien, wat heeft hij onthouden, wat heeft hij gefilterd. Eigenlijk is Robert en ik denk elke kunstenaar een beetje een soort van medium van de tijdsgeest of zo. Mm-hmm. En, terwijl er toch een soort vintage karakter in die werkjes zit. Hè? Ja, ik voel dat ook. Ja, want Alexander de wagens zijn een beetje gedateerd. Het machinegeweer is eigenlijk ook een beetje... Dus het is echt zo'n... Ja, want jij weet alles van machinegeweren nu. We zullen dat zo meteen zien. En auto's. Ik ben ook een beetje en auto's, ja. Ja. Dat is eigenlijk de enige connectie. Gewoon. Mm-hmm. De lippenstift in de schoenen zijn al. Dat is waar. Ja, het heeft, zoals Alexandra zei, een 70s sfeertje. Robert, waar haal jij al die schoenen vandaan? Een aantal mensen stelt zich daar vragen over, is op de een of andere manier denk ik ook vrij bezorgd over een aantal van jouw fetischen. Ik heb zo mijn leveranciers, mensen die ik ken en die om de 3 maanden andere dure schoenen kopen en die brengen dan een grote zakje schoenen aan mij. Maar in die zin, en dat vind ik ook eigenlijk, het is gewaagd, want je gaat ook om met een aantal clichés. Die auto, want dat maakt het eigenlijk... Dat zou meteen de verkeerde richting kunnen uitgaan. De blitzcars, de bimbo's. Heel veel bimbo's, Robert. Al maar meer. Die schoenen. Het kan kantje boord worden, hè? Nee, ik denk dat er in de kunst niets kan verkeerd gaan. Ik bedoel, op een bepaald moment is iets belangrijk en dan is het juist. Ik herinner me dat ik ooit op vakantie was in het zuiden en... Ik was heel erg vermoeid. Ik kom daar binnen in dat wit huisje. En daar binnen hangt er het lelijkste schilderij dat ik ooit gezien heb, denk ik. Maar dat was een vrouw en zij had een appelsien in haar handen. En ik dacht, het leven kan zo eenvoudig zijn. Dus voor mij op dat moment was dat werk meer waard dan een Rembrandt. Dus ik maak niet het onderscheid tussen kitsch, goede kunst, B-films, A-films, D-films. Ik heb dat niet. Ja. En ik vind... Als kunstenaar, ik denk dat dat voor ons van iedereen, dat dat voor ons allemaal geldt, is je selecteert dingen uit de beeldenstroom. Je selecteert dingen. Maar we kunnen toch niet verwachten dat we alleen maar voortgaan op Instagram of op Facebook, waar de dingen zo kapot gemaakt worden. De werkelijkheid wordt zo kapot gemaakt, gefilterd, totdat er een soort suikerwater overblijft waar dat iedereen doodongelukkig van wordt. En dus wat probeer ik? Ik probeer de dingen te selecteren die voor mij heel belangrijk zijn, mm-hmm, en die beantwoorden aan de menselijke natuur. Ja.
Annelies, jij zal nog voorlezen uit jouw nieuwe werk. Herken jij iets van wat Robert zegt als schrijfster? Ik bedoel, we leven allemaal in een beeldcultuur. Ja, meer dan in een literaire cultuur, zeker en vast. Iedereen moet daar dingen uithalen voor zichzelf, ook als kunstenaar. En ondertussen zijn er al die parallele universa van Facebook, Instagram, you name it. Hoe ga je daarmee om? Ja, maar ook op het gebied van tekst brengen die sociale media natuurlijk wel iets nieuws in de zin dat iedereen schrijft. Ja, dat is vrij nieuw. Wat ook positief is, dat heb ik ook al mensen horen zeggen. Ja, en soms word je wel eens aangenaam verrast ook door iemand van wie je niet wist dat die een goede zin kon maken, die dat dan blijkt heel goed te doen. Ja. Maar ook wel het omgekeerde. Ja. Ja, we zullen er niet verder over uitweiden. We zullen luisteren naar een stukje echte literatuur. Annelies, vertel eens, waar gaat dit boek over? Ja, mijn boek gaat over iemand die zich eigenlijk teruggetrokken heeft uit zijn drukke muzikanten en wat mislukkende muzikanten bestaan. En klusjesman in de Westhoek is geworden. En hij is van Senegalese origine, maar daar kom je maar eigenlijk na een tijdje te weten door hoe mensen op hem reageren. Dus in die zin gaat het ook wel over ja, de connectie tussen wie kijkt. Ik zal misschien gewoon een stuk voorlezen. Ja. Er zitten heel veel verschillende tonen in het boek. En ik ga gewoon een luchtiger stukje voorlezen. Het is zondag voor iedereen. Dit is wanneer hij langs gaat bij de buren van de mensen waar hij tijdens de dag is langs gegaan, gaat hij s'avonds langs om die een kleur te laten kiezen. En bij de buren had hij al de indruk dat er iets niet boterde tussen beide buren. Maar Alfons, de klusjesman, heeft iets over zich waardoor mensen, als hij in hun interieur staat, ook hun eigen binnenkant laten zien. Oké. Tussen hem en het echtpaar in tinkelen de luchtbellen in het glas tonic dat ze voor hem op de salontafel hebben gezet. Bij zijn voeten hijgt een aandachtige kleine hond van een onbestemd ras. Als Alfons het glas van het tafelblad naar zijn mond brengt, lijkt het dier de adem in te houden. Waar komt u vandaan? Wil de vrouw weten. Uit Brussel, zegt hij. Ik woon hier nu bijna 9 maanden. Ja, ja, articuleert de vrouw. Maar waar komt u echt vandaan? Uit Brussel, zegt hij toch. Haar man staat zenuwachtig op. Olijfje, meneer, vraagt hij. Kaasje. Nee, dank u, en zeg maar Alfons en jij. Wij zijn Siglinde en Ron, ik ga toch iets halen, zegt de vrouw als haar man weer is gaan zitten. Ze loopt naar de keuken die van de woonkamer is afgesloten. Het klinkt alsof ze er alle kasten leeghaalt. Hoe was het bij de buren? Vraagt de man. Het is te horen dat hij de vraag zo neutraal mogelijk wil uitspreken. Ik denk dat ik er morgenavond klaar ben. Zei ze niets, Els, toen ze hoorde dat je ook bij ons langs zou komen. Siglinde zet de kommetjes met olijven en kaas neer, prikkers en een houder met servetten ernaast. Alfons weet niet meteen hoe hij hierop moet antwoorden. Het leek hen te interesseren, zegt hij. Ronnie snuift. Ongetwijfeld, roept Siglinde. Ze is gek, Alfredo. Zo rechtstreeks had hij hen niet verwacht. Alfons, verbetert Ronnie in zijn plaats. Excuseer, ze vertelt al jaren aan iedereen die het horen wil dat wij hen nabootsen. Wij zouden hetzelfde over hen kunnen zeggen, maar wij doen dat niet, want wij hebben ze nog alle 5 op een rij. Het kwam er eens allemaal uit op een feestje, vervolgt Ronnie. Een feestje hier bij ons nog wel. Zij waren onze gasten. Ze hadden eerst om wat voor reden dan ook in een hoek staan bokken, zij toch, en daarna zoals gewoonlijk te veel gedronken en plots was het weer toevallig dat wij ook een donkerblauwe Peugeot hadden. Het is niet eens hetzelfde type. En kijk, kwam die luster niet bekend voor en die struik achteraan in de tuin en weet ik wat nog allemaal. Dat tot daaraan toe. Maar dat wij Lana op de wereld zouden hebben gezet omdat zij net een kind had gekregen, zeg nu zelf al bij. Wie denkt er zo? Alfons, pardon, wie denkt er zo? Ik was achteraan in de 20. Iedereen rondom ons kreeg hun eerste in die periode. Ik was al 4 maanden ver, Erik, door dat zij ook zwanger was. Maar nee, wij deden dat om hen te imiteren. Hoe vol van jezelf moet je zijn om zoiets zelfs maar als een mogelijkheid te kunnen beschouwen?
Tijdens hun woorden zijn Sieglinde en Ronnie gaan staan en hebben ze een hoekige dans uitgevoerd die bij Ronnie is geëindigd in een vuistslag tegen zijn eigen bovenbeen en in het geval van Sieglinde nog weg ebt in de wijsvinger die als de bek van een specht tegen het midden van haar voorhoofd tikt. Alphonse laat zich tegen de rugleuning van de fauteuil zakken. Als de biecht zo energiek begint, dan duurt hij meestal lang. En als het daarbij was gebleven, maar nee, het wordt nog absurder. Sieglinde staat nu als een apin over de salontafel gebogen, leunend op haar vuisten, billen in de lucht, de neusvleugels opengesperd, net als de vergrote ogen achter haar brillenglazen. Heeft ze iets gezegd over haar poes? Alphonse moet de vraag even tot zich laten doordringen. Die is overleden, geloof ik. En dat zal niet alles zijn wat erover verteld is, toch? Haar verhaal is dat wij die kat hebben vermoord. Ja, en waarom wij dat gedaan hebben is nog interessanter. Wij hebben dat gedaan omdat onze eigen kat is overreden en omdat zij denken dat wij denken dat zij dat hebben gedaan. Wij vragen ons tussen naakjes niet af wie er verantwoordelijk voor is. We gaan ervan uit dat het een ongeluk was en daarom hebben wij, oog om oog, kat om kat, het beest vermoord door het opgelet te doorboren met een pijl. Een pijl uit een blaaspijp. Wij hebben daar een gifpijl naar geblazen. Want zo zijn wij, Alphonse, daar zijn wij mee bezig. Alphonse, zegt Ronnie, dat zei ik. Voor de slaapkamerplafonds raadt hij ze Balanced Mood aan uit de Colores del Mundo collectie. Ze vinden het lichte blauwgroen dat hij uit de kleurenwaaier schuift uitermate geschikt. Oh. Dank u. Annelies, dit was echt geweldig. En de titel van de roman van Annelies is 30 dagen. Wat kan jij ook heerlijk voorlezen, zeg. Als je dit op je laptop aan het tikken bent, ben je dan zelf hardop aan het lachen? Waarop mik je dan? Dan mik je hier op een lachende zaal natuurlijk. Ik ben aan het afzien, maar dan, ja, als het er zo begint te komen, heb ik wel eens wat gegrinnik zo op mijn eentje. Ja, ik zag de film er al bij, Hans. Wat jij? Ja, hoe zit het met de rechten? Zijn die al... Nee. Allee, goed, ja, amai. Ik wil wel graag Alphonse spelen. Wel goed, Alexandra, nu je toch aan het solliciteren bent, we zullen eens kijken naar wat jij allemaal uitvoert. We hebben een filmpje klaar van Alexandra. Ça va, tu cherches ta maman? Non. Je voulais te voir. Veel wist jij, zoveel. Over het keizerrijk en de revolutie, over de aard van de mens en zijn verdriet. En ik. Ik deed me ouder voor dan ik was. Als een trouwe gezellin liep ik rustig aan je zij. Ja. Ze hadden nog veel meer moeten tonen, want er zijn zoveel prachtige beelden van jou. Je bent dan ook een uitzonderlijk mooie vrouw. Ja, maar dat is zo. En complimenten krijgen van een vrouw, die tellen dubbel. Dat is echt waar. Alexandra, dat is ongelooflijk wat je allemaal aan het doen al bent. Je kan ook verschillende talen aan, je bent polyglot. De reeks Borgia. En vertel eens, wat hebben we hier allemaal gezien? Ja, hier hebben ze gekozen voor een fragment uit een Franstalige kortfilm. Dat was eigenlijk een afstudeerproject van een student, maar die zeer veelbelovend is, denk ik. Joachim Bon heet de jonge man, ja. Inmiddels afgestudeerd. En dus dat waren die fragmenten in het zwembad. En dan was er een stukje van een schrijfwedstrijd waar ik aan had deelgenomen. Dus dat was een stukje eigen tekst. Ja. Dat doe je dus ook nog eens zelf gaan schrijven. Ja. Dat is nog een ander trauma dat je... Dat is nog een trauma dat ik ook nog moet verwerken. Ja. Ik ben eigenlijk bezig, maar heel, heel langzaam, want ik ben niet zo heel erg productief. Maar ik probeer een bundel kortverhalen klaar te maken voor een uitgever. En dat is in onderhandeling. Maar ik voel mij nog wel jong om te schrijven.
Maar dat komt er zeker nog wel van. Misschien vroeg, misschien laat, ik weet niet wanneer. Als ook Hans van Nuffel nu zegt dat hij met kortverhalen bezig is, dan zitten hier 4 mensen straks met een kortverhalenbundel. Wordt grote concurrentie. Robert, Annelies, Alexandra en Hans, wat is het antwoord? Samen iets. Ja, kun je misschien samen iets doen. Ik werk heel graag samen, dus dat komt wel goed. Ja. En zeker met deze mensen, denk ik. Ik dacht dat er maar 1 kapitein op het schip was. Oh ja, het is allemaal onderhandelbaar. Ja, ja. Alexandra, als je aan het spelen bent, wat zindert bij jou dan allemaal na? En ik verwijs even naar wat Robert daar net bij het begin van het gesprek heeft gezegd. Je maakt werk, maar uiteraard zindert er een complete geschiedenis mee. Alles wat je ooit hebt gezien en wat je misschien niet meer terug wil zien. Hoe zit dat bij jou, als je aan het spelen gaat? Ik vind dat een hele moeilijke vraag, want dat is elke keer anders. Elke tekst die je zegt, mensen met wie je werkt, kader waarin je zit, of je aan het shooten bent voor een film of in een theater zit, alles roept andere associaties op. Dus ik denk dat ik op dat moment vol ben van de veelheid aan dingen die worden opgeroepen door de tekst die ik in de hand neem, het kostuum dat ik aan heb, de regisseur die voor mij staat, het verlangen dat er is of niet, het soort verlangen dat er ligt, hetgeen ik wil overbrengen. Ik kan dat niet heel precies zeggen. Er gaat van alles door mij, denk ik, en misschien soms ook helemaal niks. Ik kan er geen precies antwoord op geven. Ja, dat is ook helemaal niet erg. Ik ga nog even terug naar Robert. Waarom moesten deze 3 mensen nu aan deze tafel zitten? Wat is jouw connectie met het werk van Annelies, Hans, Alexandra? Maar eerst en vooral wil ik zeggen dat we hadden gepland om meer te tonen van Alexandra. Dat vind ik dus wel een beetje jammer. Op een of andere manier is dat... Ja, in Borgia, zo mooie beelden. In Borgia, dus in een paar afleveringen, super. Gewoon zeer hoog niveau, magnifiek. Maar ja, op een of andere manier is dat een beetje mislopen met de video, denk ik. Maar wat was uw vraag eigenlijk? Onze connectie. De connectie. Ja. Jij bent precies naar een feestje geweest gisteren. Ook. Wat ben jij ook? Ik ook, ja. Ik was daar ook. Maar jij hebt minder geslapen dan ik, denk ik. Ik heb bijna niet geslapen. Ja, voilà. Maar nee, waarom heb ik die mensen gekozen? Omdat... als ik met mensen iets doe, dan doe ik dat meestal met mensen waaruit ik al inderdaad een zekere connectie heb. Annelies had ooit al eens iets geschreven voor mij, een soort gedicht. Een briljant gedicht, zeg ik maar dan. Wat een heel hevig gedicht zelfs, bij een reeks schilderijen. Dan ben ik toch wel op een toevallige manier bij Alexandra gekomen, omdat ik eerst iemand anders gevraagd had, op een rare manier. En de vriend van Alexandra is Hans van Nuffel. Ah, dat is hier een koppel, maar dat wist ik helemaal niet. Nee, een vriend. Ah, sorry. Maar dus, ik volg dat allemaal niet. Hè. Het is eigenlijk allemaal op een tamelijk evidente manier gebeurd. En vooral ook Hans, omdat hij toch wel een film gemaakt heeft, Adem. Maar hij kan dat beter vertellen. De connectie tussen zijn persoon en het figuur in de film. Ja, vertel eens Hans, voor de mensen die de film niet hebben gezien. Heel aangrijpende film. Dat vertrekt gewoon vanuit een soort van toch wel autobiografisch gegeven. Wat ik lang ontkend heb, omdat ik niet zoveel zin heb om na die film te maken daar nog eens een jaar interviews over te geven. Want nu zijn we 5 jaar verder en heb ik daar veel minder problemen mee. Ja, doe het gewoon op 30 seconden. Oké. Okay. De mensen kunnen volgen. Ja. Het komt eigenlijk op neer dat ik film gemaakt heb over 2 mensen die heel graag zouden willen blijven verder leven, die mucoviscidoos hebben en die helaas een heel korte levensduur tegemoet gaan. En ik heb zelf mucoviscidoos, dus voor mij was dat een heel evidente film om te maken. Ik ben wel een pak gezonder dan de hoofdpersonages in dat verhaal. Maar ergens zat ik als jonge kerel of zo, als kind, had ik heel hard het gevoel dat ik niet wist hoe lang ik had of hoeveel tijd ik kon hebben. Dus ik heb altijd zo aan 200% geleefd en dat zit ook wel in die film, denk ik. De personages er echt voor gaan en voor willen... Ja, met ongelooflijke vertolkingen ook, hè? Ja, van Stef Aert en Wouter en... Wouter Hendricks is dat. Wouter Hendricks en Marie Vink en Annemone Valken, die ook toen nog heel jong was. Ja. Stef was... Je hebt een neus voor acteurs die nog moeten gaan doorbreken. Ongelooflijk hoe je als regisseur dan toch een hele grote rol daarin kan spelen. Dat is heel simpel eigenlijk, dat is gewoon casten. Op een casting zie je meteen wat dat iemand in zijn mars heeft. En de camera ligt niet. Allee, ik bedoel, de scène ligt niet. Ja. En als je het voelt in de ruimte, dan zal het er ook wel
Allee, dan is het. Oké, Hans, we gaan ook kijken naar een kort filmpje, ja, uit een kort film die jij hebt gemaakt. Ja. Die heet Fall. Oh. Ja, dus niet te verwarren met Fall. Hè, dat is iets anders. Dat is een andere film. laten we gewoon even kijken en niet te veel vrijgeven. Werk van Hans van Nuffel. De la mort est une promesse. Et chaque seconde qui passe est une balle qui blesse. Donc le temps est comme une arme qui blesse. Aucune chance de survie, c'est comment être prêt. Bent u mevrouw Wissel? Ja. Ja, ik kom de nieuwe wagen leveren. Ik weet van niets. Is misschien uw man thuis? Nee, niet echt. We hadden nog eens een afspraak met hem vandaag. Mama, geen omhoog. Je ne veux pas de cette voiture. Ramenez-la au garage. Et laissez-nous en paix avec notre chagrin, s'il vous plaît. Mais vous êtes sûr? Excusez-moi. Pardon. Elle est déjà payée, vous savez. Il y a juste à signer ici le bon de réception, à me donner les clés de l'ancienne voiture et je vous laisse. Je suis parti. Juste ici. Bon. Oh. Voilà. Merci. Voilà. Il faut encore les clés. Oui, un instant. Tim. Tim. Ja? Heb jij de autosleutels? Ja. Ja, komt hij maar aan. Er is hier iemand met een nieuwe wagen. Weet jij daar iets van? Vaag. Waarom kunnen ze niet zelf even brengen? Monsieur, kom binnen. Venez. Ik krijg hier teken en moet ik... Volontiers, un verre d'eau, s'il vous plaît. Ja, wat gaan we nu doen? We kunnen de hele film uitkijken en dat zou ik het liefste doen, maar die duurt 13 minuten. En dat zijn 13 fantastische minuten, maar ik krijg zo vanuit die hoek, ken je dat, afronden? Ik had eigenlijk verwacht dat er een fragment ergens in het midden ging gekozen worden. Ja, dat dacht ik ook. Maar goed, we hebben dus het begin van de film gezien. Maar het is ongelooflijk, Hans, hoe je op die 13 minuten een waanzinnige wereld neerzet. Ik ga het nu niet verklappen, want ja, kunnen de mensen hier, wanneer zouden die ooit die film kunnen bekijken? Of gewoon online. Het staat gewoon online. Ja, oké. Okay. Je kan gewoon op Vimeo zien of op YouTube. Dus ja, gewoon intikken, folders Hans van Nuffelen. En je vindt hem op YouTube of Vimeo. Zo heb ik het eigenlijk gisteren ook gedaan. Dus dat is heel makkelijk. Toch wel gek dat je een film zomaar vrijgeeft, hè? In het begin is dat niet, maar de film is van 2007. Dus ja. Op een bepaald moment heeft hij eigenlijk gedaan wat hij moet doen. En, dan en dat mag dan. Om die gewoon te kunnen presenteren. Ja, ja. Maar ik vond het echt een ongelooflijk sterke film. Die eigenlijk ook heel erg connecteert met de sfeer in de schilderijen van Robert. En niet alleen door dat imposante wagenpark daar voor de deur. Maar je hebt meteen een soort van dreiging, iets wat niet klopt. Zeker toen van Marijke Pinois is het, hè, de actrice, even op de knop drukt om met haar zoon die daar in een kot zit met wapens te schieten. Eigenlijk, en via dat camerabeeld, het zit er allemaal in gewoon. Ergens de eerste 2 minuten van de film, en dat is heel grappig, want ik heb op festivals echt zo reacties gehad. Het lijkt alsof ik iets ga verheerlijken, wat ik dan helemaal probeer om te draaien. Eigenlijk is het één grote kritiek op hoe die mensen leven. Dus die man die de wagen komt leveren, kende de vader. Ja, maar ja, als ik het ga verklappen, moet je hem niet meer zien. Dus het is een beetje moeilijk, dit gesprek. Ja, ja, het is best wel moeilijk, maar het is een... Ja, maar het gaat echt over ons postkoloniaal verleden, over hoe dat jongere generaties zich daar niet van bewust zijn, maar eigenlijk nog altijd
verder leven met het geld dat daardoor gegenereerd is en hoe dat eigenlijk allemaal linken heeft en connecties. En eigenlijk alle personages in deze film hebben een totaal ander zicht daarop. Die vrouw haatte haar man voor wat hij deed. Die zoon weet eigenlijk niet goed waar hij mee bezig is en zit daar maar met een geweer te schieten in een schietstand die aangelegd is om potentiële klanten aan te trekken. Allee, wapenhandel is niet illegaal, zoals jullie misschien wel wisten. Ja, wij zijn daar in België heel goed in, hè, wapenhandel. Ja, fantastisch goed. Ja, wij doen dat even, uitstekend. Even heeft Browning overgenomen, heeft ik denk 3 of 4 Amerikaanse wapenleveranciers of bouwers overgenomen en zei ik een van de grootste handwapenmakers van de wereld. Dus we hebben echt wel... En we mogen ze ons toch wel een beetje schuldig voelen. Ja, zeker als we wapens gaan leveren aan staten die daar hele foute dingen mee doen. Maar met wapens kan je alleen maar foute dingen doen natuurlijk. Goed, Robert, wil jij nog iets toevoegen aan de vele connecties die vandaag zijn gemaakt? Want wij moeten hier nog wat mensen belonen, dacht ik. Nee, niet speciaal, maar ik dacht zo'n connectie te zien. De zwarte man, de roman van Annelies, de sportwaas van mij... Alleen Alexandra, ja, zo'n schoonheid hebben we niet gezien. Maar, heb je Alexandra al geschilderd? Ik ben bezig. Ah, kijk. Ja, zij hebben geposeerd voor mij. Omdat ik van nu af aan werk ik heel veel met, of ben ik van plan om met acteurs te werken. Omdat zij toch op een meer spontane manier de dingen kunnen doen. Ja, maar dan moet je toch ook Annelies schilderen, dat kan toch ook niet anders? Ja, maar 1 per 1 ook, ik kan alles tegelijk doen. Zeg, hoe lang werk je nu eigenlijk aan zo'n schilderijtje, Robert? Ja, dat vragen veel mensen zich af, hè? Ja, en met wat penseel, dat vragen ze ook af. En hoeveel kost het, dat is de laatste vraag. Maar het is typisch in West-Vlaanderen, hè? Ja. Wat moet dat kosten? En wat moet dat kosten, ja? Wat schuift dat af? Nee, ik werk, ja, ik geef de tijd aan de dingen die ze vragen. Soms werk ik 1 week aan een schilderij, soms 1 maand, soms 1 jaar. Maar ik werk altijd aan verschillende werken tegelijk. Soms heb ik zin om bijvoorbeeld een lucht te schilderen. Ik wil mij een beetje ontspannen, dus ik schilder een lucht. Dan op een andere ochtend heb ik zin om de huid te schilderen van een vrouw. Of het haar dat juist uit die huid tevoorschijn komt. Dus ik pas mij een beetje aan, zo op een heel impulsieve manier, aan de dingen die... Ja. De luxe van de beeldende kunstenaar. Als je schrijft, gaat dat zo niet, hè, Annelies. Dan moet het verhaal worden voortgestuwd. Of kan jij ook zeggen, vandaag ga ik wat luchten beschrijven. Ik dacht het niet. Nee, het is niet helemaal zo. Maar ja, natuurlijk, je gemoed van de dag maakt wel altijd wat er staat uiteindelijk. En ik wil altijd heel snel in het begin al weten hoe het zal eindigen. Want dan valt alles wat er begint... Ja, vanaf dat ik weet waarover ik zal schrijven, begint er van alles... Dan begint eigenlijk de hele wereld daarover te gaan, over mijn boek. En mij dingen aan te reiken. Maar zolang ik het einde niet weet, vallen die niet op zijn plaats. Maar heel veel ontstaat tijdens het schrijven en uiteraard humeur van die dag. Maar een roman wordt toch op voorhand bepaald, Annelies. Maar gebeurt het dan toch dat je tijdens het schrijfproces dat verhaal plotseling toch nog andere richtingen uitgaat? Ja. Dat laat je ook toe. Heel veel ontstaat tijdens het schrijven. Maar ja, behalve dan het einde, dat moet dan voor mij wel duidelijk zijn. Dat er wel een soort van... vage boog is, maar het meeste ontstaat op het moment zelf. Ja. Goed, nog even informeren naar plannen voor de toekomst. Hans, waar ben jij mee bezig? Ik draai normaal gezien eind dit jaar of begin volgend jaar een nieuwe film. Langs Buffel. Ja. Mag er eigenlijk nog niet zoveel over zeggen qua cast en zo, want dat is nog niet helemaal bevestigd, maar het is een tof verhaal en het heeft ook met auto's weer te maken, met een vluchtmisdrijf en schuldgevoel. Alright, oké. Okay. Dat klinkt heel vaak nog. Oké, goed. Succes ermee alleszins. Alexandra, waar ben jij mee bezig? Ik wil nog heel even, als we kort terugkomen op dat discours. Ik denk dat elk van ons en elke kunstenaar in het algemeen vanuit zijn domein geen scheiding maakt tussen privé en werk en constant eigenlijk bezig is met zijn werk ook in het leven. En ik zie dat ook bij Robert. We kennen elkaar niet heel goed. Maar ik zie toch, als we uit eten gaan of wat dan ook, dat er soms momenten zijn dat hij misschien niet direct antwoord geeft. En dan denk ik, hij zit in zijn bos. Hij is aan het bedenken wat hij morgen gaat maken. En ik denk dat dat voor u ook zo is. En voor mij en Hans, alles. Ik zit naar u te kijken en ik denk, als ik ooit een moderator moet spelen,
dan wil ik weten hoe die is. Dus ik denk dat ieder van ons constant ook observeert voor zijn werk. Ja. En ik ga dit jaar, dus ja, ik probeer te schrijven. Dat is één ding, dat doe ik op het moment dat ik tijd heb. Ik heb twee kleine rolletjes in Vlaamse series voor het eerst in Vlaanderen. Deze week ben ik in Bergen voor het filmfestival daar. Ik presenteer de openings- en sluitingsceremonie van het festival. En dan verder een paar theaterprojecten en één project met een sopraan waar ik op de piano begeleid. Kijk eens aan. Heel fijn. Geef ze een applaus. Annelies Verbeke, Hans van Uffel en Alexandra Oppo. We moeten een aantal mensen gelukkig maken. Dus het kwam al aan bod, hè, Robert. Je hebt bij de opening van je tentoonstelling ook eigenlijk meteen gevraagd aan mensen om connecties met jouw werk te gaan maken. En er is één iemand die van jou een tekening krijgt. Zo zit dat toch? En dan eigenlijk drie mensen. Dus het gaat niet van, we hebben een één grote winnaar en dan nummer 2, 3 en 4, zo werkt het niet. Nee, er zijn drie mensen die gewoon ook een multiple verdienen vandaag. Maar vertel eens, wie is de winnaar? Ik mag dat nu al zeggen. Ja. Ik denk het wel, hè? Wel, de winnaar. Nee, de winnaar is een vreselijk woord. Dus voor mij echt een slechte school. Ja, maar goed, waar was je het meest van gefascineerd? Nee. Maar dus de reactie die mij het meest geraakt heeft, en die inderdaad heel inhoudelijk heel sterk is, en die zelfs mijn werk, die zelfs een soort uitleg geeft over mijn werk, is de inzending van Kevin Verkouteren. Kevin kan... Is dat Kevin? Ja. Dag Kevin, sta je verrecht? Ja. Stel voor, Robert, dat jij Kevin een tekening geeft. Kom maar naar voren, Kevin, dan kunnen ze geweldige foto's van jou maken. Kijk eens aan, dit heb jij verdiend. Fantastisch. Ja. Wat Kevin heeft gedaan met het werk van Robert is echt ongelooflijk. Ik heb dat even bekeken. Robert, hij is jou bij wijze van spreken een beetje voor, hè, omdat hij allerlei filmbeelden heeft geconnecteerd met werk van jou. Dat is gewoon goed. Hij toont een werk tussen een bestaande beeldcultuur. Ja. Dat vind ik cool. We gaan kijken naar het werk van Kevin Verkouter. This is it was like a fading photograph of a picture. Nog eens een applausje. Ja. Misschien toch één waarschuwing, Kevin. Zet dit niet zomaar online of je krijgt schadeclaims vanuit Hollywood, vrees ik. Want al deze beelden zouden eigenlijk gecleared moeten worden. Wel wat jammer natuurlijk. Ja, wat gaan we daar dan mee doen? Ja, en dan nog zonder mijn beelden. Je zou moeten betalen aan Robert de Vriend voor het gebruik van zijn beelden, dat is nog het toppunt. Goed, we gaan nog drie andere mensen in de bloemetjes zetten. En één ervan is er niet bij, omdat hij in Engeland woont.
Maar we gaan even Roxanne. Roxanne is de assistente van Robert de Vriend. En Roxanne wil heel kort iets zeggen over de volgende jongen. Hij heeft mij gevraagd om iets voor te lezen. De context waar dat ontstaan is. Ja, neem maar micro. Hello, Den here. Sorry I can't be there. I'm stuck in rainy London. I went to the Groningen Museum for the first time on the last day of 2015. I woke up slightly hungover on January the 1st, and while I waited for my friends to wake up, I wrote this response to Robert's artwork on my phone, on Facebook, in an Airbnb here in Bruges. It was literally the first thing I did this year. I think it's great that this competition was through Facebook, making accessible to all without any barriers. Thank you to Robert and everybody involved in the exhibition. And I am thrilled to receive the artwork. Kijk eens aan. Je komt je oudejaarsavond vieren in Brugge. Je krijgt er nog een kunstwerk bij. Even kijken naar Danny. Die zit gewoon op zijn trap thuis. Ever since his wife left him for an emu farmer, Edwin worked nights. Nighttime was a better place, a less judgmental place. And in his line of work, there was money to be made at night. A black streak, a drink thrown back, a flash of blue. Then Edwin. If he ever got invited to one, Edwin would find that his job did not make good dinner party conversation. It upset people. A phone call in the night is always an intrusion. With each urgent ring carries the promise of something wrong, and this call was no different. Seatbelt on, Edwin drove through the gentle blackness until it looked like black spaghetti, a wiry mess where once a thing of beauty had been. Edwin set to work. The few remaining flames lit up the words on the side of his van. Edwin Salvage Limited. You smash it, we cash it. Ja, de tekst van Danny. Wat heeft jou nu zo aangegrepen in zijn bijdrage, Robert? Ik vind het zeer creepy, verschrikkelijk erg en ook heel grappig, alles tegelijk. Ja. En ook heel erg Brits, vind ik. Ja. Ook zijn haar. En een multiple wordt opgestuurd naar Londen. We willen nog iemand belonen met een multiple. En dat is Ferdi Marische. Jij mag recht staan. Dag Ferdi. Ja. Ferdi heeft een tekst geschreven waardoor Robert nogal aangegrepen was. En daar gaan we even naar luisteren, want hiermee heeft hij dus het werk van Robert de Vriend verdiend. Ik lees een fragment voor uit de tekst getiteld Zeuxis en Parasios Revisited. De stilte die zich opnieuw om de wagen had gehuld, maakte deze tot een soort doos van Pandora. Binnenin bevonden zich niet alleen minstens twee personen, maar meer nog hun complete voorgeschiedenis die zich had geaccumuleerd tot dit tijdstip. De neiging bekroop hem om dichterbij de Jaguar XE te sluipen en zo getuige te zijn van het vervolg van deze geschiedenis. Dramatisch, tragisch, romantisch, erotisch, banaal. Maar hoe zou hij kunnen naderen naar een voertuig in de uiterste hoek van een parkeergarage, die enkel op regelmatige afstand doorkruist werd door heel geverfde betonnen pijlers met een dwarscijfer 5 erop. Ten meer daar de Jaguar zwart getinte ruiten had, waardoor hij zelf veel zichtbaarder was dan wie zich in deze blackbox vertoelde. Spontaan moest hij denken aan Robert Blake, de mystery man in Lost Highway van David Lynch. De figuur was hem destijds dagenlang blijven fascineren. De mystery man leek te verzwinden in elke duistere hoek van de woning, terwijl bij klaarlichte dag niets liet uitschijnen dat zich daar verborgen deuren of doorgangen bevonden. De blik van de mystery man legde, gedompeld in de duisternis, alles met een camera vast en zaaide een onheimelijke onrust. Wat zich ondertussen echt had afgespeeld, was van ondergeschikt belang. Vooral het verlangen te weten of er al dan niet verborgen deuren waren, bleef hem nadien achtervolgen. In de film leek het hem dat Robert Blake zich niet doorheen de natuurlijke doorgangen in de muren verplaatste, maar doorheen een toenemende schemerzone die via een zwart gat naar een ander universum leidde.
Een plaats die een andere tijdsdimensie kende, waar het logisch continuum doorheen geschud werd. Een plaats die niets menselijks meer had, tenzij dan onze even donkere binnenkant die de gedaante aannam van een lijkbleek, zelfgenoegzaam mannetje die al onze geheimen kent en deze grijnzend en beangstigend in ons gezicht projecteert, er ons daarbij ondubbelzinnig aan herinnerend dat we uiteindelijk allen gedreven worden door even bedwelmende als bedenkelijke beheertes. Tegelijk schiep dit wezen een aandrang om het te volgen in zijn zwarte leegte. Als een moderne Faust zou hij deze Mephistopheles overal gevolgd zijn, louter om te weten. Kon hij maar, zoals de mystery man, in de donkere hoek van de parkeergarage onzichtbaar worden en met een handcamera inzoomend de geheimen van de blackbox op wielen reveleren. Het mondaine dat de wagen uitstraalde speelde ongetwijfeld een rol in zijn verbeelding. En misschien ook wel de ongewone warmte voor de tijd van het jaar. L'été indien werd zo stilaan een vast terugkerend jaarlijks weerfenomeen. Iedereen leek zijn leven te willen verlengen door eind oktober de dagen en nachten van de nazomer te vullen met terrasjes en inderhaast in elkaar gebokste escapistische feestjes. Althans, daar kwam hij vandaan, en zij mogelijk ook. Zij het met andere genodigden en wellicht tevens met een betere kwaliteit van cocktails allerhande. Zij kwamen daar vandaan waar hij wou, zo stelde hij vast. Zijn fantasie sleepte hem telkens weer mee in een dans macabre die zich bewoog op het ritme van zijn zinnen. Het leven verzette zich met de meest onwaarschijnlijke scenario's tegen zijn eigen onbenulligheid en eindigheid. Alsof het ongebreideld voeden van deze zinnen met ingebeelde geneugten de ontsnappingsweg bood om aan de sterfelijkheid te ontkomen. Echt of onecht, het genoegen was er, al eeuwenlang, en wellicht zelfs sinds mensenheugenis. Net op dat moment moest hij onwillekeurig denken aan het duel tussen de Athener Zeuxis en de Efezer Parassios, de twee uitmuntende Griekse kunstenaars die het tegen elkaar opnamen in een legendarische erestrijd. Hij zag zichzelf in eenzelfde strijd verwikkeld. Zo het binnentreden in de werkelijkheid van wat zich in de wagen afspeelde hem meer dan een vluchtig genot verschaffen. Of zou hij bij het naderen van de getinte ruiten zich steeds meer beklemd voelen en uiteindelijk ontnuchterd halt houden, beseffend dat hij enkel zichzelf weerspiegeld zag in hun donkere, meedogenloze terugblik. Dankjewel. Het fotomoment. Goed, de prijzen zijn uitgedeeld. Toch echt wel een heel leuk idee, denk ik, hè, Robert? Oei, sorry, ja, we zijn nog eentje. Het is waar. Het is waar, we hadden er nog één. Ga jij de naam zeggen of moet ik het zeggen? Ik zou het eerst graag een beetje willen inleiden. Het is een filmpje dat eigenlijk dat zeer mooi is, zeer kwetsbaar ook. En ook heel delicaat is. Het gaat in feite over een kind. En we moeten altijd denken aan de toekomst. Een toekomstige verzamelaar misschien. Maar nee, het heeft mij echt getroffen. Ik denk, de naam is... Petra de Coutre. Petra de Coutre. En waar is Petra? Sta maar eens even recht. Ga jij maar al je multiple gaan geven. Ja. Ik kan alleen maar beamen, Petra, wat Robert net heeft gezegd. Het is echt heel bijzonder om naar te kijken. Filmpje van Petra de Coutre. Go!
tweede kan dingen. Jannieke. Fokkenkoeskei. Jeel. Jeel. Wow. Ding. Fokkenkoeskei. Ding. Wow. Sakko. Alsak. Huis. Kiesje. Mocht alle catalogie van tentoonstellingen maar op deze manier worden bekeken, de kennis van kunst zou nog veel groter zijn. Wat ons betreft is het hier afgelopen. Ik geef nog even het woord aan Philippe de Meijer, onze adjunct conservator, met nog wat praktische mededelingen. Zo dadelijk komt er nog het slotwoord van de burgemeester, maar drie praktische mededelingen. Jullie hebben hopelijk allemaal een ticket waarmee je straks in het museum kan. Indien dat niet het geval zou zijn, vraag er nog even naar. Er zijn nog enkele catalogi te koop achteraan in de zaal. Je kan die straks ook laten signeren. Er zijn ook boeken van Annelies Verbeke te koop. Je kan die ook laten signeren, zo dadelijk. En ik wil toch nog even zeggen dat we ook de leden of de bestuursleden en de vrijwilligers van de Vrienden van Musea Brugge bedanken die samen met ons deze voormiddag organiseren. En nu geef ik graag het woord aan onze burgemeester Renaat Landuit. Dames en heren, heel kort. Ik wil jullie alter ego op zondag niet onnodig belasten, maar in ieder geval een fantastisch zondags alter ego voor een volle zaal, voor zo'n prachtig moment van connecties leggen tussen verschillende kunstvormen, maar vooral ook wat we in Brugge willen benadrukken, de connectie leggen tussen wat wij heel vlug noemen middeleeuwse kunst en de hedendaagse kunst. Niet enkel omwille van de kunst, maar omwille van het feit dat je altijd iets kan bijleren. Ik heb vandaag bijvoorbeeld bijgeleerd dat groepswerk fantastisch is als er maar een baas is. Dat is één, net zeker. En als er een probleem is, is het mijn alter ego. Maar dit is nu niet het punt om te duiden wat we de komende maanden en jaren zullen doen in zaken kunst. En wees het muziek, wees het beeldende kunst, wees het wat dan ook. Maar wil ik toch even, voordat Annelies Verbeke een beschrijving heeft van de burgemeester in West-Vlaanderen die het slotwoord heeft, wil ik toch even geleerd doen door te verwijzen naar het basisconcept waaronder we werken. Eigenlijk is het basisconcept vloeibare tijden. En daarmee verwijs ik naar een van mijn auteurs dat ik heel graag herbeluister en bekijk. Hij is al 90 jaar oud, Sigmund Bauman. Vloeibare tijden is een basisconcept hoe dat je de tijd probeert, onze tijd, probeert te begrijpen. Onze tijd die zo sterk te vergelijken is met de 14e, 15e eeuw, waar alles op de helling stond. Waar alles vloeibaar was, waar het zeer moeilijk was om vaste structuren op te zetten. Niet alleen politiek, maar vooral maatschappelijk. Wie zegt het in 2016 hier in Brugge? Maar en overal, de wereldproblemen zijn dorpsproblemen geworden. Maar er is de kunst die ons een beeld geeft, die niet alleen een klein kind zijn woorden laat herhalen, maar die ook ons, de grote kinderen, een beeld geeft, een inzicht heeft dat we wellicht nog niet hadden. Dat is de sterkte van de Vlaamse primitieven geweest. Dat is de sterkte van de huidige Vlaamse primitief Robert de Vriend, die toch wel erin geslaagd is om mensen van eenzelfde categorie op een andere terrein toch even bijeen te brengen op een zondagmorgen in Brugge, nota bene. Maar toch wel met deze boodschap laten wij uit de kunst de goede lessen trekken. Laten wij de goede connectie maken. Met één punt ben ik niet akkoord. En daarmee wil ik afsluiten. Of toch nog één iets. Mijn ambitie is niet om kort verhaal te schrijven. Mijn ambitie is korte speeches. Maar laat mij toch nog even juist besluiten met één iets waarmee ik niet akkoord ben.
wat Robert heeft gezegd. Ik blijf een politicus. We zijn dus niet akkoord met iets. Ik ben niet akkoord met het feit dat hij zijn schilderijen durft te herleiden tot verf op een doek. Ze zijn o zoveel meer. Ik dank u, Robert. Dankjewel, meneer de burgemeester. Wij sluiten hier af. Dankjewel om hier, ik zei het al, zo talrijk aanwezig te zijn op een zondagvoormiddag. Jullie kunnen naar de tentoonstelling eventueel nog een catalogus kopen, laten signeren en gelieve ook massaal alle boeken van Annelies Verbeke in te slaan. Haar handtekening die kan er zo meteen op. Nog eens dankjewel aan de mensen van het panel en misschien tot de volgende keer. Dankjewel.